donderdag. Tijd voor een nieuwe Android World Hangout. De podcast met alles over Android. En deze week was er nog wel veel Android. Maar voordat we het daarover gaan hebben, allereerst even een huishoudelijke mededeling. Vandaag zijn wij niet op optimale sterkte. En met optimale sterkte bedoel ik dat het geluid vandaag iets minder kan zijn dan normaal. Omdat er wat problemen waren met die microfoons en dergelijke. We hebben een tussenoplossing. Niet optimaal, maar het werkt wel. Dus, Google I.O. is gisteren geweest, Sam. En dat is altijd een moment in het jaar waar wij naar uitkijken. Waar er veel gebeurd is in de afgelopen jaren. Waar er veel aankondigingen geweest zijn. En dit jaar waren er ook wel wat nieuwigheden. Allereerst, wat vond jij van de aankondigingen op Google I.O. dit jaar? Ja, het was niet zo spannend als vorig jaar, denk ik. Het was wat minder echt nieuw nieuws. Geen Google Assistant. Nou ja, we hebben nieuws over Google Assistant gezien. We hebben geen nieuwe Messenger gezien, waar Google normaal gesproken elk evenement mee komt. Ja, we hebben geen nieuwe producten of diensten van Google gezien, volgens mij. Alleen uitbreidingen van bestaande diensten. Begint I.O. een beetje saai te worden dan? Nee, ja, dat is altijd de cyclus. We hebben het al vaker gezegd. Verwacht je niks en dan komt er van alles. En verwacht je van alles, dan komt er niks. Dat is volgens mij voor Google I.O. En dit jaar verwachten we wel wat, maar hebben we niet heel veel gezien. Nee, klopt inderdaad. En het is misschien ook wel zo, ik las een artikel op The Verge, volgens mij, die zeiden van, Google mag best saai zijn. En daarmee zeiden ze onder andere, er zijn even ontwikkelaars die ontwikkelen voor Android en alle andere platformen die daaromheen zijn. Maar het lijkt me wel goed om ze te blijven boeien. En volgens mij zijn er voor de echte ontwikkelaars zijn er wel een paar super interessante dingen aangekondigd. Dus ik begin meteen met een onderwerp waar ik zelf vrij weinig van snap. En dat is een nieuwe programmeertaal die toegevoegd is aan Android, of toegevoegd wordt, is. Ja, klopt. Dat is Kotlin. En Kotlin is een programmeertaal die 5 jaar geleden bedacht is door JetBrains. En JetBrains is een softwarebedrijf dat echt over de hele wereld zit. Of in ieder geval in een aantal landen over de hele wereld zit. Waaronder Rusland. Het is een Tsjechisch bedrijf. Zit ook in Amerika. En zij hebben de software ontwikkeld waar Android Studio op gebaseerd is. En dat is de software waarin bijna iedereen tegenwoordig zijn Android-applicaties schrijft. Nou ja, zij vonden Java niet de ideale taal om in te ontwikkelen. En zij dachten, dat moet beter kunnen. Dus wat ze hebben gedaan is een programmeertaal gemaakt met een modernere syntax, een modernere opzet. En het mooie van die taal is dat die helemaal compatible is met Java, met de taal waarin Android-apps nu bijna allemaal geschreven worden. En Kotlin bestaat dus al 5 jaar en er is ook al een tijd best wel goede ondersteuning voor Kotlin in Android. Het was dus al mogelijk om apps in Kotlin te schrijven, maar vanaf nu, eigenlijk gisteren, is Kotlin een officieel ondersteunde taal voor Android. Nou, dat is de eerste keer dat dat echt geïntegreerd is in de nieuwe previewversie van Android Studio. Het was altijd al mogelijk om gebruik te maken van plugins, maar het wordt nu de standaard ondersteuning. En het fijne aan die standaard ondersteuning is dat we nu zeker weten dat Google ermee verder wil. Dat niet duidelijk dat Google zegt van nee, dit gaan we niet doen, dit gaat hem niet worden. Je hebt al je apps maar omgeschreven in Kotlin, maar je hebt nu pech. Nee, dat gaat dus niet meer gebeuren. Kotlin wordt door Google en JetBrains samen verder ontwikkeld. Ik geloof in een onafhankelijke non-profit stichting. Ja. Dus dat, ik denk dat dat een mooie toekomst wordt. En het leuke van Kotlin is dat het dus helemaal te gebruiken is met Java. Wat inhoudt dat ontwikkelaars die een app hebben met honderden bestanden, die kunnen gewoon in principe bestandje voor bestandje alles overzetten. En alles werkt gewoon nog steeds. Al heb je maar één van die bestandjes omgezet in Java. Of in Kotlin. Oké, nou dus voor consumenten zegt dit misschien niet zoveel, maar voor ontwikkelaars is dit wel een dingetje, toch? Ja, in principe is de code die naar de toestellen van consumenten gaan precies hetzelfde als die in Java geschreven is. Het wordt alleen veel makkelijker om te ontwikkelen voor Android. Ja, nou, duidelijk. Er komt dus een nieuwe programmeertaal in Android die volledig ondersteund wordt. En nog meer nieuw in Android zijn een aantal functies in Android O. We hadden de eerste developer preview al gezien.
Die heb ik zelf een paar dagen gedraaid, maar ben toen huilend teruggegaan naar 7.1.2. Gisteren, tijdens de keynote van Google I.O., hebben ze een de eerste beta van Android O aangekondigd. Nou, de beta's die zijn eigenlijk vorig jaar pas echt geïntroduceerd in de vorm waarin ze nu zijn. Je krijgt over-the-air updates en je krijgt allerlei informatie over... je krijgt steeds de updates over-the-air aangeleverd. Op die manier kun je dus zorgen dat jouw toestel steeds actueel is en steeds van een nieuwe beta voorzien wordt. En gisteren heeft Google ook nog een aantal details gegeven over Android O. Het was niet veel, maar er waren een aantal nieuwe dingen waarbij misschien voor... en dan praat ik even vanuit het oogpunt van de consument. Ik vergeet de naam steeds, Sander. Die puntjes, de notification dots. Ja, dat was notification dots. Ik ken ze dus al vanuit een aantal launchers. Dat wil zeggen, heel plat gezegd, is het stel voor je hebt een nieuw Android World artikel. Dan staat er op het Android World icoontje op jouw homescreen staat een bolletje of in ieder geval een tekentje dat er een nieuw bericht is. Daarmee kun je de app openen. Dan verdwijnt ook meteen de notificatie. En andersom, als je de notificatie opent, dan verdwijnt ook het bolletje op de app. Leg ik het zo te simpel uit? Of is dat precies wat het is? Ja, dat is wel wat het is inderdaad. En als je lang op zo'n icoontje drukt waar een bolletje op staat, dan kun je ook nog die notificatie daar al direct zien. Dus je hoeft niet dan in de notificatiebalk te kijken. Is het een groundbreaking nieuwe functie? Nee, niet echt. Het is wel interessant, maar het is niet super, super boeiend, denk ik. Voor de meeste gebruikers. Nee. Wat vind jij tot nu toe de meest boeiende functie van Android O? Ik vind het lastig. Ik vind eigenlijk de meest interessante nieuwe mogelijkheid. En dat is iets wat geen enkele consument direct zou gaan merken. Maar dat is dat Android min of meer opgedeeld wordt in twee gedeeltes. Waarbij op een toestel een gedeelte staat dat door de fabrikant gemaakt wordt en een stukje dat door Google/Android gemaakt wordt. En dat zorgt ervoor dat op het moment dat er een nieuwe Android-versie is, dat die bovenop de bestaande kern kan worden gezet op een toestel. En dat betekent dat updates gewoon veel, veel, veel eenvoudiger te maken zijn. En ja, ik vind dat echt een hele slimme oplossing. Ik vraag me steeds af waarom dat niet al jaren geleden gebeurd is. Maar dit is wel iets waar wij al heel lang om zeuren, min of meer. Want wij willen al heel graag, al heel lang, dat het eenvoudiger wordt om nieuwe Android-updates uit te brengen. En Google lijkt daar nu echt wel een hele goede stap in gezet te hebben. Dus als ik dat even samenvat mijn taal is, je hebt twee onderdelen. Eén is eigenlijk het Android-systeem en twee de aanpassingen van de fabrikant. Ja. En als je dan, stel dat het Android O uitkomt, kunnen fabrikanten in theorie binnen 2 weken die update naar de toestellen pushen, dat in ieder geval die core van Android geüpdate wordt, terwijl al hun TouchWiz, Sense, weet ik veel hoe het allemaal heet, zou je wel gewoon blijven werken. Ja, dat is dus nog een beetje onduidelijk, want het is niet helemaal duidelijk wat ze nu echt precies bedoelen met die aanpassingen van de hardware producent, van de bedrijven die de telefoons uitbrengen. Volgens mij gaat het namelijk voornamelijk om dingen als systeemdrivers, dus voor je aanraakinput, voor eigenlijk alles wat in het toestel zit, wat niet per se voor alle toestellen hetzelfde is. En of die software van de fabrikant, zoals TouchWiz bijvoorbeeld, volgens mij gaat dat nog weer bovenop een laag extra draaien. Maar het zorgt er in ieder geval voor, kijk, er zullen nog steeds aanpassingen gedaan moeten worden, maar het zorgt wel dat er een hele laag in het update-traject ontbreekt voortaan. Normaal gesproken moest je namelijk eerst wachten tot de fabrikant alle chipset-leveranciers, alle chipleveranciers, de kans had gegeven om de software te updaten. Maar dat gedeelte hoeft dus voortaan niet meer. Dus wat dat betreft haal je echt een schakel uit het proces en dan krijg je ook heb je niet meer problemen zoals, we hebben het in het verleden gezien bij verschillende chipsetfabrikanten, die zeiden nee, we gaan geen nieuwe drivers meer uitbrengen voor een nieuwe Android versie, waardoor een heleboel toestellen bleven steken op een oude Android versie. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe dat in de praktijk gaat uitpakken en dat gaan we zien.
Weet je de naam? Zeker. Project Treble heet het. Kijk, ik moet er altijd aan... Gisteren kwamen we niet helemaal... Ja, kijk, even wat technische problemen. Maar we zijn er weer. Fijn. Goed, er was nog meer. Naast Android O kwam ook Android Go. En Android Go is niet de nieuwe Android One, maar lijkt er wel op. Ja, het is een nieuw initiatief van Google om er opnieuw voor te zorgen dat mensen die nu nog geen toegang hebben tot internet, die geen computer hebben, die geen smartphone hebben, om die toch te kunnen voorzien van een Android-toestel dat goed genoeg is. En Android One had het principe van we hebben hele goedkope telefoons, gestandardiseerde hardware, gestandardiseerde drivers ervoor. Maar Google trekt dat nog even wat verder met Android Go, wat overigens nog niet de uiteindelijke naam is, of in ieder geval waarschijnlijk niet. Wat ze gaan doen is, ze maken een aangepaste versie van Android. En dat is een versie die speciaal gemaakt is voor telefoons met 1 gigabyte aan werkgeheugen of zelfs nog minder. En ze hadden daar wat voorbeelden van en ze zeiden, we hebben toestellen die tussen de 512 MB en 1 gigabyte aan werkgeheugen hebben. Hebben we daar op Android O geprobeerd en deze speciale versie van Android O, die Android O Go, hebben we opgeprobeerd en dat draaide gewoon prima. En vanaf Android O komt er dus elke Android release, die krijgt een soort light versie, dus een Android Go versie. En ik vind dat persoonlijk wel heel interessant. En het is niet eens het enige wat ze doen. Ze brengen ook Go-versies van hun eigen apps uit. Dus bijvoorbeeld YouTube heeft er al eentje. Een speciale Go-versie die werkt beter offline. Die werkt beter bij slechte internetverbindingen. En die werkt ook werkt gewoon beter op toestellen die weinig werkgeheugen hebben. Die niet zo snel een processor hebben. En ja, ik vind het wel een interessant initiatief. Ja, absoluut. Om dat toch... iets anders te verpakken dan Android One bijvoorbeeld. Gewoon het te baseren op de echte Android, deden ze dat sowieso, maar het lijkt me dat dit ook verder sneller te maken is voor Google. Ja, denk ik ook. Maar het is ook meer, er zit nu geen hardware component aan, dus het kan best zijn dat Android Go de software wordt die op toekomstige Android One toestellen draait. Of in ieder geval, dat lijkt me een logische stap. Klopt. Nou, we hebben in ieder geval genoeg Android namen nu. Android Go is daar gisteren voorbij gekomen. En als we het toch over namen hebben, er is gisteren nog iets nieuws aangekondigd, er zijn meer nieuwe dingen aangekondigd, maar dat is Google Play Protect. En Google Play Protect is op zich niet helemaal nieuw, er zijn wat nieuwe onderdelen, maar het is een nieuwe naam voor alle maatregelen die Google neemt om jouw toestel veilig te houden. En ze zeiden gisteren ook, er zijn veel mensen die hebben geen idee wat wij eigenlijk allemaal doen. Er worden, ik weet de aantallen even niet meer, maar meer dan 50 miljard apps per dag gescand op toestellen. Gewoon om te kijken of er geen onregelmatigheden zijn, of er geen malware tussen zit, of dat dingen niet kloppen. En wat ze dan doen is, ze scannen op allerlei toestellen en ze vinden daar dezelfde apps en ze vergelijken die apps met elkaar, met machine learning ook. En als er daar weer afwijkingen zijn op een bepaald toestel, wat de rest niet is, dan klopt er iets niet met dat toestel, of in ieder geval met die app daarop. Dus op die manier kunnen ze dagelijks met 50 miljard apps, en dan heb je echt heel veel data, kun je kijken of daar, of daar gekke dingen gebeuren. Maar zo is er nog meer. Zo is Android ook aangepast, als ik het goed heb begrepen, Sander. Zodat die 2 keer zo snel op gaan starten, bijvoorbeeld. Ja, klopt. En dat zijn allemaal dingen die onder de motorkap veranderd zijn. Daar zul je als consument ook niks van zien. Maar je zult wel merken dat je toestel 2 keer zo snel opstart. En we hebben wat voorbeelden gezien van, ik geloof dat ze een van de Google documenten apps hadden, de spreadsheets app. En daarin lieten ze zien hoeveel sneller de berekeningen gedaan kunnen worden. Dus het betekent dat Android apps al zonder aanpassingen van ontwikkelaars al een stuk sneller zullen draaien op Android O. Ja, en wat ik ook interessant vond is dat ze eigenlijk een soort van limiet op achtergrondprocessen kunnen zetten. Een reële limiet, zeggen ze dan zelf, zodat bepaalde apps niet te veel CPU, niet te veel processorkracht en dus ook accu gebruiken. Dus dat die gelimiteerd worden. Ja, klopt. En
Dat heeft er denk ik mee te maken dat ze afgelopen jaren steeds goede maatregelen genomen hebben waarop apps zuiniger gemaakt kunnen worden, waarop ontwikkelaars ervoor kunnen zorgen dat ze veel minder accu zouden gebruiken. Maar ontwikkelaars die maken daar geen gebruik van. Die zetten die mogelijkheden niet in. Dus wat Google nu zegt, we hebben nu gewoon een stok achter de deur. Op het moment dat jij een app hebt die heel veel achtergrondwerk doet, dan moet dat echt te verantwoorden zijn. Anders dan wordt die gewoon afgekapt. Ja. Ja, en ontwikkelaars hebben daarnaast ook wel meer tools gekregen om te kijken waar die problemen dan echt zitten met een app. En kunnen zelfs, voor zover ik begreep, precies naar de regelcode springen waar dat probleem zich voordoet. Als de haperingen in de app zijn, dan kun je zien als ontwikkelaar precies welke functie op dat moment wordt gedraaid. Ja. Nou, handige nieuwe tools voor ontwikkelaars die samengevat worden onder Google Play Protect ter bescherming van de toestellen van jou en mij. Google Home standaard, gebruik je nog veel? Nou, ik kijk er wel veel naar. Hij staat namelijk naast mijn televisie. Dus dan kijk ik nog wel eens die kant op. Maar nee, ik gebruik hem niet zo heel veel. Ja, dan. Maar dat is wel makkelijk, want nu hoef je dan niet meer daarna te kijken, want je kunt hem nu ook op de tv bekijken. Dat klopt. Het is nu... Er is namelijk een nieuwe koppeling met de... Chromecast. Yes. Chromecast. Dat wil zeggen dat je eigenlijk een soort van scherm krijgt voor je Google Home. Stel, je wil YouTube afspelen, dan zeg je tegen je Google Home, oké, Google. Ik weet niet precies wat het commando is. Zet YouTube op de tv en dan krijg je een lijst met jouw persoonlijke aanbevelingen bijvoorbeeld. Of je kunt vragen om jouw later bekijken lijst af te spelen. En wat dan helemaal interessant is, stel Sander zegt dat, dan herkent hij de stem van Sander en weet hij welke account daarbij hoort. En dan laat hij YouTube van Sander zien. En datzelfde doet hij bij de kinderen of bij mij. Door de stemherkenning weten ze dan eigenlijk wat ze moeten laten zien. Dus YouTube heeft nu in ieder geval Google Home heeft een extra scherm gekregen. Kun je bijvoorbeeld ook de agenda optonen en allerlei andere zaken. En ja, mij deed het denken aan Amazon. Amazon die heeft dus van de week een nieuwe Echo aangekondigd, waar een schermpje op zit, waar ze producten op kunnen tonen. En Google zegt, nou, wij weten gewoon dat we gewoon tientallen miljoenen Chromecasts verkocht hebben en dat er heel veel televisies ondersteuning hebben voor Google Cast, heel veel Android TV-apparaten. Dus wij hebben eigenlijk al heel veel schermen die in verbinding staan met Google Home. En waarom zouden we die dan niet gebruiken om daar informatie op te tonen? Ik vind dat op zich wel een... Klinkt heel logisch. Ja, wel slimmer. Klinkt heel logisch. En als je een Google Home hebt en nog geen Chromecast, een investering van €40 ook niet onoverkomelijk. Dus misschien is het ook nog een cross-sale methode. Ja. Maar goed, je kunt ook bellen met Google Home. Ja. Nou... Ja, wij gaan dat voorlopig niet meekrijgen in ieder geval, want het is uiteraard weer alleen Amerika en Canada, waar je wel gratis kunt bellen. En daar geldt ook weer hetzelfde. Als Sander zegt, bel mijn moeder, als mijn moeder in zijn telefoon staat, en ik zeg dat, dan bel die allebei onze eigen moeder, tenminste als het goed is, door die stemherkenning. Een andere interessante functie is de ondersteuning van Bluetooth. Het is nu mogelijk om... ook eigen content te streamen naar de speaker. Naar de Google Home als speaker zijnde. Dus heb je een paar lokale mp3'tjes, dan kun je die via Bluetooth afspelen op de Google Home speaker. En dit klinkt natuurlijk allemaal superleuk en hij komt in meer landen beschikbaar, maar niet in Nederland. Nee inderdaad. Dat blijft nog elke keer de disclaimer die we erbij moeten vernoemen. Hij is gewoon niet beschikbaar bij ons. En we hebben gehoord dat er een heleboel nieuwe talen komen voor Google Assistant, wat inhoudt dat hij waarschijnlijk ook naar meer landen gaat komen in de loop van het jaar. Hij komt sowieso naar Frankrijk en Duitsland, als ik het goed heb onthouden. En er komen nog veel meer talen voor Google Assistant, maar Nederlands is niet genoemd als een van de talen waar die voor het einde van het jaar nog ondersteund gaan worden. Nee. Ik zeg dat niet 100% zeker weten niet gaat gebeuren, maar het lijkt er volgens nog niet op. Nee, de kans is dus groot dat wij gewoon geen gebruik kunnen maken van Google Assistant in het Nederlands dit jaar. En dat is jammer. Ja, zeker. Dat is jammer. Maar niet getreurd, want Google Photos kwam ook nog aan bod. En gelukkig kunnen we daar ook niet zo heel veel functies van gebruiken, van wat daar nieuw is. Alhoewel, als je een trucje gebruikt wel. En zelf vond ik Google Photos denk ik wel de meest interessante aankondiging.
Oké, vertel. Nou, je hebt een aantal dingen. Je hebt de mogelijkheid om afbeeldingen makkelijker te delen. En niet dat de knopje beter gepositioneerd zit. Maar stel, ik heb een dochtertje en ik maak wel eens foto's van haar. Mijn vriendin maakt wel eens foto's van haar. En dan krijg ik via WhatsApp of via Google Foto's krijg ik doorgestuurd van hey, ik heb de foto's, hier heb jij ze ook. En meestal 18 stuks in één keer. Dan ben je weer helemaal bij voor de hele dag. En dat loopt allemaal vaak een beetje door elkaar. Of je vergeet het. Ook niet onbelangrijk. Wat je nu kunt doen, is als jij een foto maakt van bijvoorbeeld jouw kindje, dan herkent hij dat ook als jouw kindje. Dan kun je aangeven, die foto's waar die persoon op staat, wil ik delen met dat Google Photos account. Dat is handig. Ja, dan kun je kiezen voor specifieke personen, maar dat kun je ook kiezen om dat te doen met bijvoorbeeld al je foto's. Nu weet ik niet waarom je dat precies zou willen doen. Ja. Maar de mogelijkheid is er in ieder geval om dat te doen. En dat vind ik... En je kunt een begindatum kiezen. Dus je kunt ook zeggen, ja, we kennen elkaar vanaf 1 april 2014. En ik wil alleen de foto's vanaf dat moment automatisch delen met de ander. Handig. Nou, Google heeft er in ieder geval over nagedacht. Maar hier is ook weer even een kleine disclaimer bij dat het niet in Nederland beschikbaar is. Omdat het herkennen van mensen niet officieel ondersteund wordt in Nederland. Nee. Nu is dat wel relatief eenvoudig te activeren door Google Foto's even helemaal te wissen. Gewoon alle gegevens eruit te gooien. Niet je foto's, die mag je gewoon erin aan staan. Maar gewoon de gegevens via instellingen te wissen. En dan op te starten met een Amerikaanse VPN. En dan kun je dat toch doen. Leggen we nog een keer precies uit hoe dat in zijn werk gaat. Maar dat is niet heel lastig. Nou, die nieuwe functie noemen ze Shared Libraries. En je hebt ook suggested sharing. Dat we zeggen, stel voor, ik maak een foto van Sander. Google Foto's herkent Sander. En zegt dan, nadat ik de foto heb gemaakt, hey, zal ik hem even naar Sander sturen voor je? Nou, leuk. Dan heeft Sander een foto die ik van hemzelf heb gemaakt. Die heeft hij, zonder dat hij mij later een berichtje hoeft te sturen. Van, hey, stuur die foto nu eens 3, 4, 5 keer. Superleuk. Mocht je dan ook nog besluiten dat jij jouw eigen foto's zo leuk vindt, dat je daar graag een fysiek fotoboek van wil maken, en je woont in Amerika, toevallig, dan kun je dat ook doen. Want Google heeft ook de mogelijkheid aangekondigd om fysieke fotoboeken af te laten drukken. En dat kan nu nog door zelf een selectie te maken van foto's. Google zoekt wel de beste foto's voor jou, maar je moet nog steeds kiezen, ik wil die en die foto's. Op een later moment gaat het ook gebeuren dat Google zelf albums voor je gaat samenstellen van foto's die je denkt, hey, dat vind ik leuk, dat wil ik, dat soort dingen. Ja, maar ook en de kans dat ja, snel naar Nederland komt. Nee, ja, en we hadden het daar gisteren over, dat van de week is aangekondigd dat de foto-app Bundle, dat die overgenomen is door Resnap, ook een Nederlands bedrijf. En wat Resnap doet, is precies dat. Dus die maken soort van automatisch, maken ze fotoalbums aan die je dan af kunt laten drukken op mooie formaten. Zij doen dat op de desktop, maar Bundle gaat dat naar... smartphones brengen. En zij doen dat schijnbaar heel goed. Het gaat best wel goed met het bedrijf en ze doen dat internationaal. Maar ja, ze krijgen wel flinke concurrentie van Google op deze manier. Ja, dat was wel heel bijzonder, want ze hebben wel dubbel pech dan. Want toen Bundle gelanceerd werd, iets meer dan 2 jaar geleden, tenminste voor Android, een week later, misschien 2 weken later, kondigde Google Foto's aan. Dus ook weer een hele grote concurrent daarvoor. Ja, dat was die shared gedeelde albumsfunctie. Inderdaad. Ja, het was echt wel een beetje ernstig. En nu zijn ze net overgenomen en hebben ze weer pech. Ja, ja, arme mensen. Er is nog meer, Sander, over Daydream, het virtual reality platform van Google van Android. Wat gaat daarmee gebeuren? Ja, er zijn 2 hele grote aankondigingen rondom Daydream geweest. En ik vind 1 aankondiging echt heel, heel, heel bijzonder. Die had ik niet aanzien komen. Nee. Namelijk, we hebben afgelopen week een aantal artikelen langs zien komen van mensen die zeggen, ja, Daydream, dat gaat er niet worden. Want Google had beloofd dat er een heleboel toestellen zouden komen die Daydream zouden ondersteunen. Maar die blijven gewoon achter. Er zijn er bijna geen. En dat heeft schijnbaar te maken met het feit dat Google graag wil dat je een AMOLED-scherm gebruikt. Omdat anders
het beeld niet goed genoeg is, dat de verversing niet hoog genoeg is, volgens mij. De reactietijd is dan niet hoog genoeg. En wie maakt de mooiste AMOLED-schermen? Nou ja, dat is Samsung. Alleen, ja, ik zag het niet gebeuren dat Samsung met de Galaxy S8 of Galaxy S8 Plus ondersteuning voor Daydream zou gaan toevoegen, want Samsung heeft zijn eigen virtual reality platform voor telefoons. Namelijk de Gear VR samen met Oculus. En wat was de aankondiging van gisteren? Dat Daydream vanaf deze zomer via een software-update ook op de S8 en de S8 Plus kan draaien. Ja, ik vond het echt persoonlijk wel echt heel bijzonder. Ik had het niet verwacht en ik ben blij dat ze samenwerken. En ik vind dat heel goed om te zien, omdat Samsung toch vaak graag gewoon zijn eigen ding doet. En nu blijken ze toch weer met Google overweg te kunnen op dit gebied. Nou ja, er is nog één alternatief voor Oculus. Of nou ja, er zijn wat alternatieven voor Oculus. Eén daarvan is HTC met zijn HTC Vive. Dat is ook een bril, een virtual reality bril die je aansluit op je computer. Daar heb je een hele snelle computer voor nodig. En ja, het is een heel mooi platform. Zelf een paar keer geprobeerd. Maar dat leek ons in ieder geval niet waarschijnlijk dat HTC dan snel iets zou gaan doen met Google, met Daydream wellicht. Maar dat blijkt toch wel het geval. Dus HTC en Lenovo, die gaan allebei een Daydream-bril uitbrengen. Nou, dat klinkt al niet al te spannend, maar het is geen bril waar je een telefoon in doet. Het is een zelfstandige bril met een eigen scherm, met een eigen chipset, met eigen sensoren. En die kun je gebruiken om Daydream-spellen op te draaien, bijvoorbeeld Daydream-apps op te bekijken. Dus het wordt echt een losstaande bril die je gewoon op kunt zetten en je hebt meteen een speciaal geoptimaliseerde virtual reality ervaring. Je hebt er geen computer voor nodig en je hebt er geen smartphone voor nodig. Maar zou die dan heel groot worden? Want daar moet natuurlijk ook rekenkracht in zitten, hè? Ja, klopt. Maar ik verwacht dat wel meevalt. Want kijk, je hebt de Daydream headset, die heb je gezien, die er nu is. De Daydream View. Ja. Ja, als je daar een telefoon in zet, dan is die nog steeds best wel compact. En doordat je nu vanaf het begin af aan het apparaat zo kunt ontwerpen dat hij precies dezelfde chipset heeft als een telefoon. Net andere opstelling van het scherm. Maar in principe zitten daar dezelfde onderdelen in als in een normale telefoon zou zitten. En ja, dat betekent als je daarvoor kunt ontwerpen dat je hem zelfs nog kleiner kunt maken dan de Daydream 4 nu is. Ja, klinkt natuurlijk eigenlijk ook wel logisch. Nee, ik ben heel benieuwd hoe dat er in de praktijk uit gaat zien. Wat voor een prijskaartje daar aan gaat hangen. Ja. Ja, dat is een beetje ook voor mij de vraag. Want bekijk maar eens zo'n HTC Vive bijvoorbeeld. Nou, je betaal je zo 700, 800 euro voor. Je hebt daarnaast nog een computer van 1500 euro nodig. Maar dan heb je wel de optimale virtual reality ervaring. Ik weet niet of mensen er geld voor over hebben om bijvoorbeeld een 6, 7, 800 euro voor een losse bril te gaan kopen. Terwijl je dan niet de optimale virtual reality ervaring hebt. Want ik verwacht dus dat de prestaties minder zullen zijn dan van een high-end gaming PC. Ja, nou, dat denk ik ook, want je hebt gewoon in principe een mobiele chipset. Ja, alleen ik zag al wat geruchten dat het waarschijnlijk is dat deze brillen zullen gaan draaien op een Snapdragon 835 chipset, aangezien die speciaal geoptimaliseerd zijn voor augmented reality en virtual reality. Maar dan nog, ja, je hebt gewoon niet een hele dure videokaart / processor erin zitten. Nee. Nou, we gaan zien. Weet je wanneer ze uit gaan komen? Wanneer de bedoeling is dat er iets op de markt gaat komen? Nee, later dit jaar volgens mij. Maar ik één ding wil ik er nog wel over zeggen. En dat is dat Google sensoren gebruikt om positional tracking te doen. Wat inhoudt dat jij niet alleen maar door je hoofd te bewegen andere richtingen kunt bekijken via die bril, maar ook door bijvoorbeeld te lopen. Dus dat betekent dat je ook echt het idee hebt dat je in een virtual reality omgeving bent. Maar hoe doen ze dat dan? Moet ook dan de camera vol met sensoren hangen? Nee, en dat is vermoedelijk iets wat ze doen met sensoren die uit Project Tango komen. Ze kunnen gewoon die kamer min of meer in beeld brengen met hun sensoren. En die sensoren weten dan dat als jij ten opzichte van de tafel een centimeter draait, dat jij
op het beeld ook een centimeter moet draaien. Oké, nee, heel interessant. Ik ben benieuwd hoe dat er in de praktijk gaat uitzien. Ook ik heb ooit een keer zo'n 5D-demo gehad. En dat vond ik wel heel vet om mee te maken. Of heel vet om te zien hoe dat nu precies werkte. Ja. Een hele hoop aankondigingen op Google I.O. Vooral gericht op ontwikkelaars. Mijn persoonlijke favoriet waren Google Foto's. Die van jou, Sander? Goeie vraag. Mijn favoriet is misschien wel Google Lens. Dat is iets waar we het nog niet eens over gehad hebben. Nee, laten we dat zeker nog even doen voordat we doorgaan naar onze tips. Want die is natuurlijk ook wel heel interessant. Ja, Google Lens is een onderdeel van Google Assistant en van Google Foto's. En dat is een soort van objectenherkenning voor je camera. Dus wat je doet is, je houdt je camera omhoog en je maakt bijvoorbeeld een foto van een bloem. Dat was het voorbeeld dat Google zelf gaf. En vervolgens weet Google, nou, het is dit type bloem. Die moet je zoveel water geven, die moet je weet ik veel wat. Die groeit dan en dan, die bloeit dan en dan. Je krijgt echt relevante informatie over objecten in de echte wereld. Echt helemaal schokkend, helemaal nieuw is het niet, maar wel dat het geïntegreerd wordt in Google Assistant en de kracht van Google erachter zit. Hetzelfde kun je doen met foto's. Dus als je een foto hebt gemaakt van bijvoorbeeld een visitekaartje van iemand, dan kun je op het telefoonnummer klikken en dan heb je gewoon een kun je meteen bellen naar het telefoonnummer of kun je een e-mailtje sturen naar een bedrijf. Ik vind het super tof. Ik ben heel benieuwd hoe dat in de praktijk gaat werken en wat we daar allemaal mee gaan kunnen doen en hoe nuttig het gaat zijn. Maar het is wel een interessante ontwikkeling. En het is het beduurt voor door Google Goggles. Ik wil dat woord gewoon een keer zeggen. Ik vond het leuk. Goed, Sander, jouw tip van deze week. Ja, mijn tip van de week is een spelletje dat niet heel veel mensen zullen kunnen spelen. Maar ik vind het toch echt het vernoemen waard. Nou, we hebben het net even gehad over virtual reality. We hebben het even gehad over Daydream. Ik heb zelf dus een Daydream headset. En ik heb zelf een Pixel XL waarmee ik Daydream kan gebruiken. En ik heb dat nog maar weinig gedaan. Gewoon omdat ik... Ja, het is toch een stap om je telefoon in zo'n ding te zetten. En vooral om zo'n ding op je hoofd te zetten. Maar ik kwam van de week een spelletje tegen. Nou ja, jij en ik zijn allebei gek op Tower Defense Games. En ik kwam een Tower Defense Game tegen voor Daydream. En deze heet Atop the Wizard's Tower. En wat je ermee kunt doen is, je bent een tovenaar. En met je controller kun je torens aansturen. En het klinkt misschien wat suffer dan dat het daadwerkelijk is. Maar het is echt leuk om een keertje in die wereld van Tower Defense Games te gaan. En ook gewoon zelf het idee hebben dat je ook daadwerkelijk invloed hebt op de uitkomst. Behalve door alleen wat torentjes te bouwen. Ja, nou ik wil het graag een keer proberen. Ik ben het gisteren helemaal vergeten te proberen, Sander. Dat vind ik wel jammer. Maar goed. Ik heb ook nog een tip voor deze week. En mijn tip voor deze week is geen app, geen gadget, geen game. Maar een hoesje. En eigenlijk heb ik een hekel aan hoesjes. Nou, niet een hekel is wat overdreven, maar ik gebruik ze gewoon niet zo vaak. Ik heb al wat hoesjes, ik heb ze al vaak gebruikt, maar ik vind vaak dat ze mijn toestel wat groter maken. En nu heb ik voor de S8 de Case Made Barely There besteld. Een doorzichtige cover die barely there is. Nou, dat valt op zich gewoon mee. Maar je hebt er weinig last van en hij voelt heel degelijk aan. Hij zit stevig, hij zit goed omheen. En je pakt het toestel in je hand en denkt, oh, maar dit is prima. Dit voelt gewoon echt aan in zijn eigen toestel, maar er zit een hoesje omheen. Ik gaf hem gisteren even aan Sander, die zei ook, ik wil hem ook hebben. Helaas, dat is niet voor de Pixel, zei je vandaag. Nee, klopt. Maar ik vind het een heel prettig hoesje. En als grote voordeel op de S8, je kunt de vingerafdrukscanner makkelijker vinden, doordat het gewoon een inkeping is. Maar dat is een bijkomstigheid. Hij is voor meerdere toestellen beschikbaar, niet alleen voor de S8. Maar de Case Made Barely There, mijn tip van deze week. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Android Hangout nummertje 155. Met vooral heel veel nieuwe Google dingen, heel veel nieuwe ontwikkelaars dingen, Google I.O. En natuurlijk weer de tip van Sander. En de tip van ondergetekende. Daarna wil ik jou bedanken voor het kijken, voor het luisteren naar de Android Hangout. Wij zouden het ontzettend waarderen als je subscribt op de kanalen waar jij ons kijkt of luistert. Of dat nu iTunes is, want daar staan we ook in. Of podcast, of welke podcast app dan ook, bijvoorbeeld YouTube. Subscriben mag, wij waarderen het. En wie weet zingt Sander volgende keer dan een liedje.
Voordat we daar verder op ingaan, nogmaals dank voor het kijken en luisteren. En tot over 2 weken weer.